Hoi Christine. Hoi. Wat leuk dat je hier bent. Jij hebt vorig jaar het geloofsgesprek gevolgd, geloofsgesprek 1. Wat is de reden dat je dat hebt gedaan? Nou, de reden is eigenlijk dat ik hier in deze kerk God ontmoet heb. En dat maakte mij zo nieuwsgierig ook. Met wat ik eigenlijk nog meer wilde weten van wie is God. En wat betekent God eigenlijk precies en wie is Jezus. En daar ben ik geloofsgesprekken gaan volgen om heel veel antwoorden te krijgen op vragen. Ja. Als ik jou goed begrijp, je was aangeraakt. Het had je opnieuw weer te pakken genomen. Jij was er wel weer opgevoed? Ja, ik ben er wel weer opgevoed. En voor mij was het ook heel gewoon naar de kerk te gaan. Dat hoorde erbij. Dat was ook, dat deed ik iedere zondag. En eigenlijk toen ik hier in Amsterdam kwam wonen, was ik het een beetje zat en dacht ik ga lekker mijn eigen gang. Oké, dus je hebt ook een bepaalde periode gehad dat je het gewoon achter je gelaten hebt. Ja. Ja. En toen ben je opnieuw toch aangesproken op zo'n manier dat je op zoek bent gegaan. En het geloofsgesprek heeft je erbij geholpen. Wat voor soort onderwerpen kwamen daar aan de orde? Ja, eigenlijk vragen die mij en heel veel anderen ook in het geloofsgesprek bezig hielden. Zoals, ik ben wel gedoopt, maar wat betekent dat nou eigenlijk? En we zien hier van alles om ons heen gebeuren in de wereld. En wie is God daarin? En waar is God? En God schiep de mens naar zijn beeld. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in, naar zijn beeld? Nou, dat zijn eigenlijk vragen waar we allemaal antwoord op kregen. Ja, dus zeg maar de vragen die te maken hebben met je eigen leven, je eigen hart, zeg maar, je eigen relatie met God. Maar ook de vragen die te maken hebben met de wereld om je heen en hoe je geloof daarin een plek kan krijgen. Ja, zeker. En het mooie daarvan was ook aan dat persoonlijke van het persoonlijke van God voor jou, waar je ook heel veel antwoord op krijgt, is dat je daar ook heel veel in leert. Dus bijvoorbeeld, waar we het echt over hebben gehad, is bidden, contact zoeken met God. En ook heel erg met elkaar kijken van wat God ons te vertellen heeft en wat God mij te zeggen heeft. Dus ook echt een stukje persoonlijke geloofsbeleving. Mooi. Als jij vragen hebt aan God of ergens mee zit of juist meer van God wil ontdekken, dan is geloofsgesprekken echt de gelegenheid om daar antwoorden te vinden, antwoorden op te krijgen en te zien hoe je met God door het leven wandelt. Het is niet zo dat je aan het einde verplicht belijdenis moet doen. Dat ligt helemaal open. Dat is ook aan jou hoe zich dat ontwikkelt. Ik zou zeggen, ga ervoor.